Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we een paar wolkenvelden boven de Noordzee en een enkele boven het noordwesten van het land. In de rest van het land begon de dag zonnig, maar wel met een enkel mistbankje. Die enkele wolken die lossen geleidelijk op, trekken sowieso langzaam langs de westkust naar het zuiden en stellen weinig voor. Veel zonneschijn vanochtend dus al en ook vanmiddag blijft het stralend zonnig op de meeste plaatsen. Temperaturen lopen op naar zo'n 17 misschien zelfs 18 graden in het zuidoosten. Naast de Noordkust is het vanwege de wind van zee wat minder warm, daar een graad of 12. Vanavond ook heldere, rustige omstandigheden, temperaturen dan rond 8 graden en in de loop van de nacht gaat het aan de grond weer vriezen. Morgen overdag komt er een kleine weersverandering. Hoewel, in het noorden kan het misschien wat tegenvallen. Daar komen zeker veel meer wolken. Dan wordt het zo'n 9 tot misschien nog net 13 graden. In het zuiden wordt het nog prima weer met flink wat zonneschijn en hogere temperaturen. Zaterdag trekt er een storing over het land. Dan kan er wat lichte regen vallen. Zondag trekt die storing weg en dan wordt het vooral later op de dag weer zonnig. Maandag ook een enkel buitje, maar de regenhoeveelheden vallen de komende dagen nog mee. De temperaturen gaan wel naar beneden. Het wordt zo'n 10 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.